Burgemeester Vroom, goeiedag. Ja, goeiedag. Wie had dat een paar jaar geleden kunnen denken? Dat we toen we onze eerste coronagesprek opnamen, dat we nu nog steeds, december 2021, nog steeds over corona zouden hebben. Ja, het is ongelooflijk. Het is bijna routine aan het worden om voor de kerst te moeten vertellen, er mag weer heel veel niet en het moet weer allemaal in beperkingen. Ja, dat is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. We hadden gedacht van zo langzamerhand zijn we er toch wel een beetje klaar mee. En met dat vaccineren en testen en dat we ons allemaal nog redelijk aan de regels houden, dan zou het toch wel een keer klaar moeten zijn. Maar nog steeds niet. Ook allerlei varianten die natuurlijk opkomen, de Omicron ja. Bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk het grote probleem nu. Hè. Dat is een variant waar je relatief minder ziek van zou worden. Maar omdat die zoveel besmettelijker is, is het aantal mensen wat uiteindelijk toch nog heel ziek ervan wordt, veel groter dan van die andere varianten. Nou, dat is allemaal logisch, maar het is ook weer voer voor discussie en hoe zit het nou precies. Maar er is maar één ingreep mogelijk geweest, vond de regering. En dat is toch weer de boel op slot en dicht. Ja, en dan net weer voor de kerst. En dan, ja, dat is toch zonde van je van de voorbereidingen ook. En je zal winkelier zijn en dan net je decembermaand zo in het water zien vallen. De kerken hadden allemaal dingen gepland. De scholen moeten nu ook weer ineens dicht. Ineens dicht. Ja, dat is echt allemaal niet leuk. Ja, dat is inderdaad weer een hele stropzo voor de, ja, voor de ondernemers. Maar we hadden natuurlijk, had gemeente Krimpen natuurlijk al heel mooi de coronavoucher. Wat wij hadden gedaan is, we hadden van de Rijksoverheid geld gekregen voor de ambtelijke organisatie om die meer in te richten op thuiswerken en dynamischer te kunnen omgaan met dat het gemeentehuis dicht moet en alles. Dus geld dat echt bedoeld was voor de gemeentelijke werkwijze. Maar die manier van werken hadden we vaak eigenlijk grotendeel al. Dus dat geld hadden we over en dat hebben we in de vorm van die bon, die coronavoucher, aan de Krimpenaren teruggegeven. Maar ja, dat hebben we gezegd, die kun je uitgeven bij ondernemers, maar ook kerkelijke kerken, welzijnsorganisaties, verenigingen. Voor zover ze mee willen doen, die dicht zijn geweest en beperkt zijn geraakt in de vorige lockdown. Maar ja, nu zitten we weer in een lockdown. Dus we hebben net van de week besloten dat die coronavoucher nog tot en met de laatste dag van januari te gebruiken is. Want het zou eigenlijk de laatste dag van december zijn. Maar omdat de lockdown nu tot half januari is, hebben we gezegd, nou dan rekken we het maximaal op tot 31 januari. En later kan niet, want dan komen we in de knel met de boekhouder die de stukken naar de provincie moet sturen. Dus dat hebben we nu maximaal de tijd gegeven, omdat mensen dan toch nog tijd hebben om hun voucher in te wisselen. Het is wel een heel groot succes, die voucher, want we zien dat meer dan 2/3 al is ingeleverd en gebruikt. Wow. Dus deels als donaties aan de voedselbank, deels als ingewisseld bij het doen van boodschappen. En er liggen er dus nog een hoop bij mensen te wachten om gebruikt te worden. Wat is belangrijk tijdens deze feestdagen omtrent corona? Ja, kijk, inmiddels weet iedereen wel wat de regels zijn, hè, als het gaat om corona. Lang discussie natuurlijk over geweest over mondkapjes, lang discussie geweest over ventileren. Maar met een beetje goed verstand snap je wel dat ventileren heel goed helpt als de ziekte door de lucht gaat. Dat een mondkapje noodzakelijk is op de plekken waar dat moet. Het handenwassen is er weer bijna helemaal uit, merken we ook aan de verkoop bijvoorbeeld van handzeep en zo, hè. Dus vaker je handen wassen helpt echt bij het voorkomen van overdragen van allerlei ziektes, zoals corona, maar ook andere griepsoorten bijvoorbeeld. En het aantal mensen wat je mag ontvangen en waar je naartoe mag en waarmee je op straat mag, ja, dat is ook weer beperkt. Maar dat heeft iedereen inmiddels wel weer meegekregen. En kijk, het belangrijkste is, de ziekte gaat alleen van een mens naar een mens. En dat betekent dat mensen zelf degene moeten zijn, doordat we onszelf beperken en schoon houden, hygiënisch houden, dat we die ziekte niet aan elkaar geven. He, niemand wordt ziek van zomaar iets. De ziekte gaat echt van mensen die elkaar besmetten. Dus daar moeten we echt onszelf ook serieus nemen als mensen. En ik wil ook heel graag de mensen vragen om rondom de kerst daar toch voorzichtig in te zijn. Ook met het aantal mensen wat je aantal mensen wat bij elkaar mag komen. En als je dan bij elkaar komt, de afstand die je houdt, maar ook als je klachten hebt, toch dat heel serieus nemen en niet het risico nemen van, nou ja, het zal wel gewoon een verkoudheidje zijn. Die Omicron-variant is zo besmettelijk. Daar gaan echt veel meer mensen ziek van worden en ook heel ernstig ziek van worden dan we eerst dachten. En ook mensen die helemaal gezond zijn, kunnen daardoor helemaal verkruimelen in hun weerstand.
Onlangs is er ook een groot overleg geweest met heel veel burgemeesters over de coronacrisis. Ik neem aan dat u ook bij zo'n groot overleg bent geweest. Ja, we zitten elke week als burgemeesters in de regio bij elkaar om het te hebben over de laatste stand van zaken en wat moeten we en wat kunnen we. Nou, daar heb ik in ieder geval ingebracht. We gaan soepel om met de regels die voor de markt gelden. Er was eerst nog de gedachte dat ook de markt weer helemaal dicht moest. Nou, daarvan heb ik gezegd dat is juist in de buitenlucht. Dus doe dat nou niet. Zorg nou dat er verspreiding is van mensen die boodschappen gaan doen. Nou, dat mocht, dus de Krimpense markt mocht open blijven. Maar daar is wel ook gezegd, ja, er moet nu zoveel gebeuren bij de GGD. Dat kan niet meer op allerlei kleine locaties. Die moeten echt grote plekken gaan inrichten. Zoals voor het, wat we dan boosteren noemen, hè, die derde prik. Maar ook nog gewoon de eerste en tweede prik voor heel veel mensen. Want die mensen zijn er nog, ook in Krimpenreis ook nog heel veel. We hebben ook in Krimpen nog heel veel mensen die hun eerste prik nog moeten halen. En er zijn natuurlijk mensen die dat uit gewetensbezwaren niet willen. Maar de meeste mensen die nog niet gevaccineerd zijn, die hebben gewoon nog te veel twijfels. Nou, en daarvoor zijn speciale telefoonnummers. De huisartsen zitten er echt voor klaar om alle vragen over bijwerkingen, maar ook over werkingen van het vaccin te praten. Dus mensen die twijfelen, die kunnen echt bij de professionals terecht voor een goed gesprek. En die staan klaar voor iedereen eigenlijk? Die staan klaar voor iedereen. En terecht ook, want ja, die willen heel graag meewerken aan een zo gezond mogelijke samenleving. Daar hoort niet alleen vaccineren bij overigens, maar wat mij betreft ook frisse lucht. Dus ook gewoon lekker naar buiten als de zon schijnt. Ook let op je eten en dat soort dingen. En want je ziet toch ook dat er door weer een lockdown ook veel mensen binnen gaan zitten. Weinig doen, lusteloos worden. En dat is ook niet goed voor je. Er zijn meer gezondheidsrisico's dan corona. Is ook zo. Gewoon lekker erop uit met familie, bij elkaar is ook heel belangrijk. En als je dan toch denkt, ik ga er even op uit. Nou, dan is het helemaal niet moeilijk om even een klein kaartje in de bus te doen bij iemand waarvan je denkt, die kan het goed gebruiken. Of even een, voor het raam een vriendelijk zwaaien naar die mevrouw die je al een tijdje niet buiten hebt gezien. Een klein gebaar naar iemand uit de buurt. Dat is helemaal niet ingewikkeld als je toch even je eigen ommetje gaat lopen. Dus dat zou ik ook wel willen vragen aan de mensen. Kijk, iets doen voor iemand die je kent, dat is natuurlijk niet moeilijk. Hè, dat doe je al. Maar doe nou ook eens iets voor iemand die je niet zo goed kent. En het zal je verbazen hoeveel vreugde je daarmee in de wereld brengt. En uiteindelijk is dat denk ik wel hoe we hier goed uit kunnen komen met z'n allen. Is dat we het op onszelf nemen om niet alleen al die vervelende dingen te doen. Zoals handen wassen, afstand houden. Maar ook iets leuks te doen. Even een briefje, even een bloemetje, even een kaartje. Of gewoon even een zwaai door de ruit als de gordijnen open zijn. Dat helpt allemaal. En zo kan je ook allemaal wel even een klein beetje licht brengen in het leven van iemand anders. De kinderen een kerstliedje laten zingen. Kinderen een kerstliedje laten zingen is een ontzettend goed idee. Maar misschien ook wel gewoon de kinderen eens een verhaal laten voorlezen. Hè, waarom moeten altijd volwassenen aan de kinderen voorlezen? Allemaal dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld, misschien moeten we ook wel gewoon op de lokale radio eens vragen of kinderen uit een boek willen voorlezen en dat we dat in de Krimpenestein aanzetten. Oh, wat mooi. Waarom niet? Ja. Ja, dus er zijn heel veel dingen te doen waardoor iemand anders, en je weet niet altijd wie, een kleine glimlach op zijn gezicht krijgt. En volgens mij is dat ook wel de kerstgedachte. Dat zou een hele mooie licht brengen gedachte. Dat in de wereld komt. Wij krijgen het licht, dat komt ook niet uit jezelf en dat mag je doorgeven. En het interessante is, aan licht als je het doorgeeft, dan wordt het niet minder. Dat is grappig, want als je koekjes doorgeeft, dan raakt de trommel leeg. Dus het licht wat wij gekregen hebben, wordt niet minder. Dat wordt minstens evenveel en misschien wel meer als je het doorgeeft. Dus dat is wel bijzonder. Wel leuk om aan mee te doen. Leuk experiment misschien ook wel. Zeker. Allemaal voor één iemand een beetje licht zijn in de kersttijd. Mooi. Dus met elkaar licht zijn, dat is eigenlijk dus uw wens voor deze kerst van 2021. En dat is ook zo. Hè? We zitten nog in 2021, we gaan naar het nieuwe jaar. En we hopen toch echt, en dan moeten we ook echt alles op alles zetten om in 2022 wel van die corona af te raken. Op de manier waarop we er nu in zitten. Het zal nooit helemaal weggaan, maar het moet toch lukken om dat terug te dringen tot een beheersbare ziekte, dat we de samenleving wel weer gewoon kunnen zijn zoals we dat samen willen leven. Wat heeft u nog een boodschap voor de Krimpenaren voor het nieuwe jaar? Ja, vooral dat. He, wees voor elkaar nou echt het lichtje wat je zelf hoopt tegen te komen. En het nieuwe jaar, ja, met goede moed, ondanks alles, gaan we er met z'n allen tegenaan.
Goede jaarwisseling en fijne dagen. Goede jaarwisseling. Dankjewel.